Als de Europalaan over een goed jaar klaar is, is er niets meer te zien van wat er nu onder de grond gelegd wordt. Naast het vuilwaterriool komt er ook een apart rioleringssysteem voor de afvoer van schoonwater. Een belangrijk knooppunt in dit rioleringssysteem ligt pal naast de rotonde bij industrieterrein De Pinkard. Ook het schoonwaterriool dat vanaf het industrieterrein komt, zal op dit knooppunt worden aangesloten. Van hieruit zal het water langs de overloopvijvers aan de Europalaan naar de Dommel stromen. Om al het water in de toekomst goed te kunnen afvoeren, werden er op dit knooppunt twee enorme duikers geplaatst. De bijna 17 ton wegende duikers werden met behulp van zwaar materieel en gevoelige meetapparatuur tot op de centimeter nauwkeurig op hun plaats gelegd. De dagen erna werden grote rioolbuizen aangevoerd en geplaatst. Daarvan ondervond het verkeer in meer of mindere mate hinder en moest soms zelfs even worden stilgelegd. En oh ja, voor uw eigen veiligheid en die van de wegwerkers is er op de Europalaan een snelheidsbeperking ingesteld van 50 en op sommige plaatsen 30 km per uur. Houdt u rekening met deze snelheidsbeperkende maatregel. De politie controleert op willekeurige momenten en met grote regelmaat uw snelheid met radar en laserguns.